Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Garde van Gert. Vandaag gooien wij een visje in de pan. En dat is niet verwonderlijk, want de chef van dienst komt van de zee. Bart de Smit, welkom. De zee is goed. Hè? De zee is goed. Ik woon er zelf, dus ik ken er alles van. Ja, ja. Ik woon wel aan een andere zee, iets minder chic dan uw kant denk van de zee. Denk je dat? Nee, in eerste is dat gewoon zo. Ja, is het waar? Ja. Nou, dat leunt toch al zo wat tegen knokken? Ah, ja, ja. Leunen is goed, hè. Allee, het is goed. Wat gaan we maken, Bart? Oké, we gaan leng maken, een kabeljauwachtige vis met kervelwortel, wat kervel, hazelnootboter, mini shiitakes. Kervelwortel, misschien voor de meeste mensen niet zo bekend. Dus? Het is echt de wortel ik denk, van de kervel. Kom van de zie, hè. Bij ons is het geen aarde voor de deur. Ik denk dat dat zo groeit. Maar je bent niet zeker wat je denkt. Ik ben geen zeker. Ik denk dat dat zo we denken dat ja, we pakken echte chefs met een grote reputatie, ja, die weten maar alles. Maar helemaal goed. Denken is goed. Denken dus. Ja. Ik ken dat niet, hè. Dat beestje, dus wat moet daarmee gebeuren? Een beetje, wat denkt hij? Wat denkt hij? Ja, het schillen. Ja, dat is het. Oké. Okay. Ah, dat is mooi wit van binnen, zeg. En smaakt dat dan zo aan naar peterselie? Of naar kervel? Kervel, ja. Anders was het peterseliewortel waarschijnlijk. Ja. Dat heb je ook, hè? Ja, ah, ja, alles. Dus ja. Een leng. Kabeljauwachtige vis. Dus ik ga een gouden regel geven. Een ronde vis eet het best in de winter. Een platte vis eet het best in de zomer. Ik zeg niet dat 100% juist is. Maar dat is een gouden regel. Een kabeljauw eet het best in de winter als het koud is. Dus... een schone vis. Wat gaan we doen met een ronde vis? Ik ga die altijd voorzouten. Dus dat wil zeggen wel... Dus vroeger is dat altijd... Ik ga hem in tweeën snijden, anders gaat dat nooit om dat plateau kunnen. Voorzouten. Een vis voorzouten. Ik ben eens benieuwd. Dus gewoon je vis nemen. Grof zout. Ja. En gewoon erop doen. Dus wat heeft dat van nut? Uw vis wordt steviger. Het vocht gaat eruit, nee? Ja, goed. En uw vis piest zo niet meer op bord. Je hebt dat zo de kabeljauw gaan eten. En dat is zo... Het moment dat op dat bord... Ja, op bord. Ja, ik zeg dat zo. Ja, ja, maar ja. Als je kabeljauw gaat eten of een ronde vis en ze leggen die vis op je bord, dat al het water begint uit je vis te lopen. En heb daar een goed sausje bij en opeens water erbij. Dus we gaan dat 10 minuten in de koelkast met dat zout leggen. Ik ga de verantwoordelijkheid aan u geven voor die 10 minuten. Ja, daar kan waarschijnlijk ook weinig mee mislopen. Als dat 11 minuten is, dat gaat niet erg zijn. Hè. Ik kijk naar mijn klokje, want we hebben hier een prachtig klokje staan. Dus op 17 moet dat eruit. Dat is het. Wat gaan we nog maken? Een tapenade van die kervel. Een beetje hazelnoot, want ik ga hazelnootboter maken. Dus dat heeft normaal niets, beurre-noisette heeft niets te maken, normaal gezien met hazelnoot. Dat heeft gewoon mee te maken, omdat het ruikt naar hazelnoot. Maar ik vind dat wel leuk. En we gaan het met hand doen, hè. Zeg, op een gegeven moment ga ik hier genoeg van die... Ja, je hebt er genoeg ook, hè. Ah, oké. Okay. Ik dacht, die gaat er maken voor thuis ook voor mij. Ik neem dat mee. Zo, die hazelnoten geplet. Wat kervel erbij. Die kervel is wel gewassen. Ik denk dat ik je mijn vinger gesneden heb, Bart. Alsjeblieft. Ik denk dat ik je mijn vinger gesneden heb. Oei, dat is niet slim, hè? Nee. Hè? Waarom doe je dat? Ja, waarom doe je dat? Ja, ja, dat gebeurt, hè. Een plakkertje? Ja, maar het is nu niet van die aard dat het bloed eruit gutst, maar goed. Mijn vuilbakje is weg. Ik voel het, Bart, het is mijn dag niet vandaag. Allee. Ja, dat kan gebeuren. Hè. Ik wist niet dat jij dat ook had. Ja, maar ja, dat gebeurt zelden, hè. Ik kan dat hier een beetje wassen, hè? Ja. Ondertussen. Dus we gaan erbij doen een beetje olijfolie. Dan gaan we meer een tapenade bekomen.
Dus een tapenade zonder olijven. Hè. Gewoon hazelnoot, de kervo. Wat moet hier nog mee gebeuren, Bert, met die worteltjes? Ik ga de trek bakken. Bakken? Dus... Maar dan moet ik die in schefjes snijden of nee, iets? Nee, of nee, 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 zo. Jij doet dat graag, hè. Zo, in flennekes, zo. Of in vier, ja. Ja, maar je moet me geen opties geven. Je moet zeggen, zo moet het. Is het waar, zei ja, want als je zegt of, ja, dan begin ik te twijfelen. En dan denk ik, ja, wat zou nu het beste zijn? Een twijfelaar, wat is ja, dat weer? Ja, maar zo, maar dat is een bedwerg. Je weet of dat je er alleen moet inkruipen of met twee. Hè. Zo. Ja, toch, hè? Bij ons is dat zo. Ik weet ja, niet bij dat ons dat, ook. Het is daarom dat ik het vroeg. Dus mijn tapenade. Gaan kijken voor het zout. Meer moet dan niet gesmost zijn. Neem nu dat dat iets te vet is, dan gaan we daar een heel klein beetje broodkruim bij doen. Dat brood... Maar dat is goed. Ik vind zo'n vijzel dat hij altijd zoiets middeleeuws bijna. Hè? Of apothekerachtig zo. Ja, zo'n beetje toch wel vind artisanaal. Wel tof, met een vijzel kan er minder gebeuren dan met een mixer. Hè? Bah ja. Zo, dat is klaar. Raar dingen zien gebeuren met een mixer. Klein beetje zout erbij. En een beetje peper. Wat kunnen we daar nog bij doen? Klein beetje citroenschil. Dan gaat dat een klein beetje verfrissen. Citroenschil, enkel het geel. Hè. Want het wit zo. Is bitter. Zo. Dan zijn we ook vanaf. Is dat pannetje voor die hier te ja. bakken? Of? We gaan dat bakken in. Boter, hè? Ja, dat is goed. Hè. Het is een gokskus, hè, maar. Ja. Dat mag vrij. Heftig. Mooi. Het is niet slow cooking, hè, dat we doen. Nee. Het moet vooruit gaan. Hè. Oei. Maar ja, kan je kwaad, hè. Ja, doe maar in. Zo, peper, zout of niet? Enkel zout. Peper kunnen we op het einde bij doen. Dat kan, ja. Lek frietjes, hè. Wat gaan we nog doen? Champignons. Kuisen. Zie je? Ja. Steeltje eraf snijden, eigenlijk. Niet te veel, hè. Als je iets zoekt en je vindt het niet, dan moet het aan mij nu vragen, hè? Ja. Oké, wat gaan we nog doen? Hazelnootboter. Je zoekt iets en je vindt het niet, hè? Of toch? Ja, nee. Wij ook. Ook niet heel dat potteken hier, zeker, hè? Nee. Dus wat doen we? Zou je dat beter laten doen? Hazelnootboter. Hazelnoot, alles met boter, dat is... Dat bougeert die niet, hè? Ja, dat zou nog tens moeten. Jawel. Ja? Toet. Goed droog. Dat is niet waar. Kun je dat ja, niet op boost zetten? Service slaagt er een vlam in. Ah, is dat boost? Ik weet dat niet. Ik doe alleen maar tot 9. Ja. Nu is boost. Ja. Boost, ja, goed. En waarvoor zou dat dan staan, die A? Amai, dat is het. Weet het niet, maar ja, dat moet toch een... Bij mij is alles nog met draaiknopjes. Voilà, dat is goed, hè. Hier, dat is genoeg. Ja. Oké. Okay. Dus we gaan het ook kort bakken straks. In een niette pan. Heel klein beetje boter. Geklaarde boter. Ja. Altijd alles met geklaarde boter. En ook goed op de aardappel. Dat gaan we straks doen, op het einde. Want die champignons, dat je voorhand doet, dat valt zo plat. En het plat valt, is niet goed. Nee, dat willen we niet. Dat willen we niet, dat is het laatste. De P van Boost. Ah ja. Nee, die ling is parkingzeer. Die ling is dan een populaire vis, Bart. Ik heb daar niet zo heel veel van gehoord, eigenlijk. Wel van gehoord, maar ik had me er niet meer kunnen voorstellen wat het is. Dat is een vis die veel gevangen wordt. Maar de mensen kennen enkel kabeljauw, een tong, tarbot. Bijvoorbeeld een palacius, dat komt niet van hier.
We weten niet wat er mee gebeurd is. Dat is niet eetelijk. Dus dat moet je niet meer eten. Dus mijn pan heeft warm. Ja? Kijk, en we gaan zo gewone boter. Geen geclarifieerde boter. Kijk, oh. En die wordt in feite een beurre noisette. Dat is een hazelnootboter. Hè. En zo doe je gewoon koude boter erbij. Amai, maar dat gaat heel snel, hè, man? Ja, hè. Daar verschiet je van, hè? Ja, nee, nee, verschiet ik van. Heb je dat weer op amai gezet? Zo. Zie, en daar ruikt de hazelnoot, al zit er geen in. En daarvan komt het woord beurre noisette. Doe dan nog wat zout bij. Dat is hier... Dat is goed, hè. Kan zijn noir circuit, hè. Ja. Ja. Goed dat je mij ook wel zeggen van dat hier. Merci, hè. Ja, het is zo, gewoon droog in een oven. Ja. En binnen 3 minuten ik schudden. 3 minuten. Maar ik ga goed. Dat doen aan die pan gewarm hebben, hè, voor u. Ja, ik heb al kleine snijwonden. Ja, ze is al weg. Dat is zo niet wel. Nee, mee. Maar deze aflevering zou liefst hebben dat ze niet eindigt hier in het Storgenbare, gastes. Ik ga er een klein charlotje nog bij doen. Ja, dat is goed. Afzet nu. Geen dat kunnen. Hè? Ja. Ja, ziet. Ongelooflijk. Ik ben eigenlijk blij voilà. Dat hier zit. Ach ja, dankjewel. Toch dat iemand. Kijk, een beetje shallot erbij. Dan gaan we nog een klein beetje. Wat kunnen we daar nog bij doen? Wat hazelnootjes, hè? Ja, dan wordt het echte hazelnotenboter. Ik vind het wel tof dat dat erbij zit. Hazelnoot van de Snickers. Dat zijn pindas. Ah, sorry. Ja. Ik zal dat hier eens opschudden, hè. Ja. Met een handdoek, hè? Ja, ja, dat heb ik al bij. Zo. Het zou niet de eerste keer zijn dat ik hier zo'n pan vastpak. En die bloeit aan. Ja. Wij lopen eigenlijk gans een dag rond met een handdoek. Maar ja, dat is toch ook iets wat mensen die veel, nog altijd niet veel doen, hun pan in de oven zetten. Dat kunnen we ook niet met alle pannen, hè? Of wel? Oh, normaal gezien wel. We gaan er een klein beetje look ook bij doen. Maar niet veel, hè. Goh, dat werd de topboterken, hè. Ja. Zeg Bart, normaal zou je vis nu eruit moeten. Okay, dat is 10 minuten, staat er maar. Ik weet niet, hè. Ik bedoel, dat was een van mijn taken vandaag. En... Ja, jawel. Je moet hem uit de frigo aan. Kijk, dat heb je ook. Voilà. Je voelt je nuttig, hè? Ja, 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 ja. Maar ja. Het zou veel te zout worden anders, hè. En die vis mag gewoon afgespoeld worden, Gert. Gewoon up, gewoon onder de kraan. Koud water onder de kraan. Geleefd. Kom goed. Nog een pan, hè? Is er nu een soort zout ook in die vis gekropen van smaak of niet echt? Moet je toch nog gewoon kruiden? Wat ik dat nu wel niet meer doe, is mijn vis zouten. Ah ja, toch niet. Nee. Ik zal hem wel even afdrogen waarschijnlijk. Oh, een alarm. Hoi. Dat was er gebeurd, Bart, want ik heb het niet, even niet kunnen volgen. Ik weet het ook. Ah, weet het ook. Nu gebeurt er iets en dan stond ik niet aan mijn stoof. Dat is toch eigenlijk... Een beetje... Hè, mag zo wat droog zijn. Ja, ja. Ga je die 2 stukken bakken? Nee. Verwacht nee. Je nog volk of wat? Kan ik je dat terug meenemen naar huis? Hè? Oh ja, voilà. Vanavond. De West-Vlaamse zuinigheid komt boven. Vanavond, hè.
Vrouwen, ik heb een overschot mee. Zo goed zie wij. Een hert heeft hem gespoeld. Ja. Zo. Eet je graag het vel van de vis, of niet? Als het krokant gebakken is, zo, in de boter. Ja. Zeg Bart, maar dit was al gefileerd, maar nu doen we toch nog van alles... Ik heb de zijstukken er wat afgesneden. Hè. Kijk, dat is iets zo... In principe, dat is wel eetbaar, toch? Ja, goed. Maar ja, maar het is niet esthetisch. Ik ben dan zo gewoon dat ik dat niet geef. Kijk, maar zo hadden we een schoon stukje vis. Dat is hem niet iets steviger dan kabeljauw? Nee. Nee? Juist hetzelfde. Steviger niet, is wat dunner. Maar dat is toch altijd een beetje het probleem bij mensen, dat je kabeljauw zo in één keer woep, in stukken valt, hè? Ah ja, als je het vel eraan laat, ga je dat ten eerste niet hebben. En je moet dat ook heel lang bakken op, dat vel, op de velkant. En dan pas omdraaien. En met boter, hè. Amai, dat is eet of gewoon zeven? Of eet, hè. Eet? Eet is goed, hè. Eet en greet. We zijn... Over de helft. Maar ja, dus nu, ik wil u geen stress geven. Hè? Ja, niet, ik weet niet wat er nog moet gebeuren. Is dat aan u om dat in te schatten? Hè? Niet veel, hè? Nee? Hoe moeten we dat hier afzetten? Nou, nu laat dat maar aan. Heb jij de last van dat ten oven nog zo wat als... Ik weet het ook niet. Dat is eigenlijk klaar. Ja, ah, voilà. Kan ik hier eens een stukje van proeven? Hè? Ja, een klein beetje zout nog erbij. Dat is lekker. Champignonnetjes, dat zijn die dan gekuist zijn, hè? Ja. Het heeft een kastanje-achtige smaak, zo. Dus dat gaat heel goed met champignons, met boter. Maar ook van textuur zo'n beetje... Ja. Een klein beetje melig. Ja. Ja. Dat zocht ik. Dat zocht ik. Dus maar wat gaan we daar straks opdoen? Een heel klein beetje citroen. En dat gaat dat... Voor de fraîcheur. Dat gaat dat verfrissen. Verfrissen. Mijn vrouw die poft altijd kastanjes s'avonds aan de tv. Ah, oh, ik kan nog wel kastanjes poffen. Ah, ik vind dat super. Ja. Ook al de verse kastanjes gewoon schild, een keer geblancheerd dat is. Blancheren zo in kokend water. Ja. En dan schillen en dan een boterbak. Boter. En wat zout, ja. Zou dat durven in de boter? Ja, nee. Moeten die champignonnetjes in zich heel blijven? Of ja. Niet? Ja, oké, goed. Voilà, dan... Staan we er weer nu al gaan we de vis bakken, mijn liefde, alles staat er. Dus, en geclarifieerde boter, weinig boter, je ziet dat, hè? Ja, is het, heb je wel weinig boter meegebracht? Dat je... Nee. Okay. Maar straks gaan we dat... Arroseren. Krijg ik meer en meer van die mogelijke boter? Ja. Toen dat programma hier begon, ik kon niks. Ja, nu nog niet, hè, maar nu weet ik hoe dat moet. Maar ik kan het nog niet, maar ik weet wel... Ja, maar wacht, dan moet ik toch ook eens proeven. Ik zei, kom me. Ja. Moet er een klein beetje zitten. Ja. Hey? Dat is iets voor een beetje gelukkig van te worden, als je dat proeft. Leuk schoon, hè. Vrielang moet dat niet hebben, hè. Moet dat nog zo'n beetje glazig zijn van binnen straks? Of? Ja, half. Heel glazig niet, hè. We zijn nog altijd geen Japanners, hè. Ik was zo in Japan, in Tokio, en dan kreeg ik een tarbot, heel fijn gesneden, rauw. Dat vond erover. Dus geen vette vis. Ik begreep al niet waarom ik daar tarbot kreeg. En dat was te... En, ik vond dat... Te veel baritan of thai, ja. Je kunt zo alles rauw beginnen geven, hè. Dat is gemakkelijk, hè. Ja, wel. Je wordt er niet groot van, hè, van te veel rauw te eten. Ik heb dat daar gezien. Ze zijn er al zo klein. Zo, kijk, nu gewone boter erbij. Ja? Zo bak ik meestal alles. Voor eigenlijk met uw vlees nu de smaak te geven. Je korst eerst uw vlees of uw vis. En dan... Maar dat is nu zo in uw restaurant voor een hoop volk. Dat is toch dan een halve job? Dat geeft de gas, hè. Dan zal je met twee lepels tegelijk zo. Het is daarom dat ik me hier kan wonen, waarschijnlijk. Ja. Ik kom binnenkort bij u eten voor mijn verjaardag, je weet het. Dus we gaan allemaal iets heel ingewikkeld bestellen. Ja, dat is goed. Wat is het ingewikkeldste dat er op je kaart staat? Niks.
Niks. Allee, ik doe geen ingewikkelde ding. Ziet dat die toch? Kijk. Arbeidsintensief dat arrozeren, maar echt wel voor de smaak een enorme verschil. Ja, je gaat zien, dat gaat veel sappiger zijn ook. Dus wat hebben we nu nog nodig? Ja, ik weet het. De champignons bakken. Hè? Ja, gaan we dat doen? Ja. Allee, hopla. En een bordje. Ja, daar had ik die vis er juist even op gelegd. Ja, maar dat kan ik wel. Het is al proper. Ja, uw pan heeft vol een bak. Had u champignons bakt? Ja, maar allee. Ja. Allee. Vol een bak. Maar echt, uw pan moet op amai. Iet op amai, ja. En dan pas die champignons, want anders gaan die champignons... Ik kapte jij mijn champignons terug, zeg. Wat een affront, wat een, erg, een afgang. Ik kan morgen niet meer op straat komen. Oh, dat is met zijn te koud pan. Oh. Zo. Dat dat niet goed is. Zo kunnen. Je... Kijk, je wist het nog niet volledig, maar het gaat niet veel niet misgaan. Als je nog veel weerstand hebt in je vis, is dat wel wat? Ja. Nog even en de geburen bellen de pompiers. Je hebt veel boter verloren, nee, dat is juist. Ah ja. Zo, en wat peper en zout erop. Te laat. Ah ja. Dat is goed dat je te laat bent. Zo, kijk, het tegen straks. Is in een vis zeker gaar. Je moet niet zo nog eens even in de ogen of zo. Nee. Dat is... Je wordt ook dikwijls gedaan. Zeker weinig dingen nog in de ogen. Ik doe dat niet. Waarom niet? Ik vind dat dat veel van zijn sappigheid verliest. Vind ik, hè, maar ja. Oké, dus ik zou dat al afzetten. Kijk. Dus het is een rauw champignons eigenlijk. Nee, dat moet dat zo niet plat gebakken zijn, hè. Hoe zit dat hier? Staat dat hier aan? Ja. Ja, is toch te laag? Nee, is goed. Maar dan moet hij wel nog een keer wat warmte hebben. Zo. Dat hier, ja. Dat staat af, hè? Dat staat af. Je moet altijd rekenen, als je pan afzet, is je pan nog warm. Nee, dat bak verder, hè? Ja, vooral als je zo moet het direct uit. Maar kan je nu nog 20 minuten over? Nee. Zo. Zijn we eigenlijk voor de rest dresseer klaar of wat? Ja. Zeg maar, dat tapenadeke heb ik nog niet geproefd. Dan moet ik toch eens even zien dat er nog in mankeert. Ik ga hier nog wat kervel. Oh nee, dan zie je dat niet meer. Klein beetje citroen over onze kervelwortel. Niet veel, hè. Maar toch, nu een keer proeven. Goed. Er zit nog geen boter in, hè? Waar niet, waar? Daarin, hè. Zit er geen boter. Komt er nog boter bij? Nee, maar bij je gerecht gaat er boter bij komen. Dus wat hebben we? Kervelwortel, beurnoisette, vis, champignons en een tapenade. Nu gaan we dat gewoon. Dat moet ook niet moeilijk zijn. Mijn boter van mijn vis. Dat gaat nog meer smaak geven. Boterwit bij de vis. Niet. Eigenlijk, de vis gaat terug zwemmen eigenlijk. Als nee, maar dat moet zwemmen. Hè. Dat ziet er goed uit, hè. Hey. Champignons zijn heel goed gebakken, wel, moet ik zeggen. Ja. Ja. Het zijn de beste gebakken champignons in de hele ganse wereld. Toch, zijn er wedstrijden voor? Want dan moeten we ons hier toch mee inschrijven. Zo, wat kervelwortel. Zo. En de tapenade. Wat kervel. Dat klopt. Geen rare dingen bij doen.
Als je wilt, leggen we dan nog een paar takjes. Je mag dat zien. Waarom dat ik niet veel takjes leg op bord? Omdat ik te dikke vingers heb. Je hebt zo de handen van een veehandelaar. Ja, wij allemaal, dat is mijn bijberoep. Of zit dat in de familie? Aan de zie. Wat deed je vader? Speelgoedwinkel. En mijn mama ook. Ja, maar het is zo op de dijk, zo, ja, die dingen, ja, dat je kocht, ja, dat je achteraf dus... dacht, dan moet ik daarmee aanvangen. Zo, ja. De vliegen die niet vlogen, ja, en ja, al die dingen. Ja. Ah ja, voilà. Ik heb altijd gedacht, wie begint er met zo'n zaak? Wat u nu, ja, is dat volledig duidelijk. Kijk, ik heb heel mijn leven veel met speelgoed gespeeld. Dus speelgoed is niet slecht. Nee, je ziet, als je te veel speelt met speelgoed, wat er van komt. Dan moet er naast mij komen staan koken. Dat is wel ongeveer het ergste wat ik kan overkomen. Goed. Super. Bart, aan u de eer om... Leng met hazelnootboter, kervelwortel en een tapenade met kervel en mini shiitakes. Het is met boter, hè, voor de hert. Ja, dank je wel. Ik ben de grootste boterfan van Vlaanderen, denk ik. Maar goed, u wilt dit ongetwijfeld ook klaarmaken thuis. Dat kan uiteraard. We hebben niet liever, dus surf naar njam.tv en daar vindt u alle recepten terug die we hier klaarmaken. Bart, bedankt dat je erbij was. Ik kijk uit naar de volgende keer. Iets met boter volgende keer ook. Kom mijn beste. Ah, dat is goed. We kijken er naar uit. Bedankt dat je erbij was. En u thuis, uiteraard, bedankt dat u erbij was voor het kijken. En heel graag tot de volgende Garde van Gert. Tot ziens. Dag. Kijk eens hier, hè. Schoon, hè? Over wat echt? Bord.